Ik ben nog steeds onderweg in de skiwel Albachtal Wildschönau. In de vorige aflevering heb ik de kant van de Wildschönau ontdekt. In deze aflevering ga ik de kant van het Albachtal ontdekken. Deze twee dalen zijn sinds 2012 al met elkaar verbonden, maar hebben allebei hun eigen karakter behouden. Het zonnetje schijnt nog steeds en we starten vandaag bij het hoogste punt van het skigebied, bij dit mooie hart. Het wordt een mooie dag. Aan deze kant van de skiwel Albachtal Wildschönau vind je de dorpen Albach en Inneralbach. Qua omstandigheden hebben we het ook vandaag weer schitterend. Stralend weer en perfect geprepareerde pistes. Dit is wel nice hoor. Mooie brede hellingen ook weer hier. Brede hellingen vind je dus bijna echt overal in het skigebied. En ondanks dat veel pistes rood zijn, zijn ze door hun breedte ook voor beginners vaak goed te doen. Als je dan vroeg op de piste bent, kan ik je aanraden om zeker eventjes naar de Hornbachbaan 2000 te gaan. Hier is het rustig, er gebeurt nog helemaal niks. Perfect. Kijk, dit vind ik nou heerlijk, hè. Weg van de drukte. Je bent een beetje achter in het gebied. Een langzaam liftje, maar ja, met dit weer kan niet lang genoeg duren voor mij. Schitterend. Kijk nou dan, wat fantastisch dit. Voordat we weer richting het dal gaan, skiën we nog een paar lekkere afdalingen bij de Hornbachbaan. Daar aan de overkant zie je de Schatzberg en daar was ik in de vorige aflevering onderweg. Nu is het tijd voor een lekkere zwarte piste. Gaan we. Mocht je de gewone pistes even zat zijn, je vindt hier bovenop de berg ook een funsloop, een funpark en een speedcheck. Nou, de speedcheck moet ik natuurlijk ook even proberen. Kijken of jij me bij kan houden. Wow! ...55. En dit is dus de verbindingsbaan en als je die neemt, ben je in no time weer aan de andere kant van de berg in de Wildschönau. Voor nu vertrekken wij naar het begin van het Albachtal, want hier vind je nog een ander klein, maar gezellig skigebiedje. Ben je nou echt op zoek naar rust hier in de skiën wel? Ga dan ook een dagje skiën in Reitim Albachtal. Hier heb je de pistes vrijwel de hele dag voor jezelf. Het gebied hier bestaat eigenlijk uit één grote gondelbaan en een paar sleepliften. In het dal bij het dorp vind je kinderland Jupido, een perfecte plek voor de kids om het skiën te leren. Doet me weer denken aan mijn skileraartijd. Wow, 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 wow. Ik ga nog even door met oefenen. De groeten uit skiën wel, Albachtal, Wildschönau.